uitzendingen. Dat je denkt van, hebben we wel genoeg vannacht? Weet je wel, is er wel genoeg? Gaat het hier wel gebeuren allemaal? Nou, vannacht gaat het wel lukken, denk ik. Of het, komen, hè? Of het wordt niks, of het wordt gewoon één grote kut worden. Dat kan natuurlijk ook. Maar er is genoeg volk in ieder geval. Zullen we gewoon even kansloos beginnen met Laat Je Horen? Laat Je Horen! Hey! 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 Het is 9:09, 3FM en... ik heb echt een kutavond gehad eigenlijk. Ik had een snappeltje, ik moest ergens draaien. En het ging niet. Het werkte gewoon niet. Wat ging er fout? Ja, ik moest beginnen en er waren te weinig. Wat hoor ik van achtergrondgeluiden, jongens? Daar word ik heel nerveus van. Wat is dat? Ja, ik hoorde het ook. Ja, hoorde het ook. Ja. Wat is dit? Zet het uit. Wie? Hoor praten. Wie? Ja. Wie? Kom onder die tafel, Nee. Ik ben eigenlijk buikspreker. Maar goed, jij moest draaien op een of andere bejaardensoos. Nee, ik moest gewoon op een studentending draaien. Maar dan moet je om 10:00 beginnen. En het eerste wat die zaaleigenaar kwam doen om 9:45... ja, zet even wat zachter, want het is nog rustig en mensen willen praten. Oh. En dat duurde ook tot 11:15, 11:30. En ik kreeg het gewoon niet te pakken. Dus ik zat enigszins gestrest in die auto en ik kom hier binnen en ik zie hier allemaal mensen wat te maken heeft met de Elfstedentocht. Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Lange Frans in het huis. Goedenavond. Ja, het is niet te geloven. Ja, wat doe je hier? Ja, ik ben niet veel meer dan een schouder om op te huilen en een chauffeur voor ik Donnie. Ik hoor het weer, jongens. That's it. Hoe kan ik dit? Wat hoor ik? Ligt het nou echt aan mij? Bij de eerste plaat die wij gaan draaien... Het is de telefoon van hem, hè? Hey, sorry, man. Ja, wat is dit? De eerste keer te gast en die telefoon... Niet te geloven. Nee, want we moeten even uitleggen... Laten we maar gelijk uitleggen hoe dit zo gekomen is. Ja. Dat heeft alles met Twitter te maken. Wat hoor ik, jongens? Ik word echt gek. Ik ben het niet, man. Nee. Maar ik hoor iets van. Ik hoor allemaal mensen praten. Gaan jullie door? Maakt er niet uit. Vertel even hoe het begon. Kermit, Donnie, hoe is hij hier terechtgekomen? Nee, ik kan hier niet tegen. Wacht even, ik wil gewoon die uitzending beginnen. Ik wil gewoon even rust aan mijn kop. Wat is dit? Ik hoor allemaal piepen, man. Ja. Er is niks aan de hand, toch? Bogie. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nee, ik hoor af en toe gewoon kikkergeluiden ergens van... Maakt niet uit. Laten we gewoon doorgaan. Oké, waarom is open? Lekker beginnen. waarom Kermit hier is? Nou, dat is eigenlijk simpel. Dat komt eigenlijk door Frans. Dat weet hij zelf niet. Maar ik ben gek op voetbal en ik volg jou op Twitter. Ja. En ik zag jou op een gegeven moment reageren op @DuBlancBogarde. Ja, DuBlancBogarde. Dat is een fijn persoon. Zeker om op Twitter te volgen. Precies. Ja. Ik had namelijk de hoop toen ik jou zag twitteren naar hem van, zou het hem zijn? Ik had één moment in is het misschien, weet je, onder een verkapte naam Winston Bogarde? Winston Bogarde heeft een boek geschreven met de titel Deze neger buigt voor niemand. Als zijn Twitternaam dan DuBlanco Bogarde zou zijn, dat zou betekenen dat die man een ongelooflijk gevoel voor humor zou hebben. Ik heb de afgelopen 7 jaar van mijn leven tegenover hem gewoond. Ik deel dat niet het geval is. Dus nee, dat is hem niet. Maar nee. Ik dacht misschien als een soort van alter ego om niet al te bekend op de Twitter te zijn. Weet je wel? Donnie weet echt wie DuBlanco Bogarde is. Ik ken hem ook gewoon alleen maar digitaal, zeg maar. Daar komen we zo meteen op, maar ik ging dus die tweet van die gast lezen. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, wie is dit? Want hij weet echt veel over voetbal. Ik ben gek op voetbal. Ik zie altijd ins en outs waarvan ik denk, dit kan helemaal niemand weten. Ja. Dus ik ben die gast gaan volgen. Hij is ook vrij meedogenloos. Heel hard. Maar ik voel hem altijd wel. En ik ben hem gaan volgen. En op een gegeven moment zit ik te kijken. En ik denk, welke lul neemt nou als Twitternaam @DuBoyKermit? Wat voor kansloze knakker is dit? Nooit. En toen ging ik volgen. En toen vond ik ook wel een lach op Twitter. Zal ik even wat citeren? Want ja, doe het. Oh, wauw. Ik heb mijn research gedaan. Hier gaat het, man. Zullen mensen die Euroshop een bier kopen ook stiekem, wanneer niemand kijkt, uit een vuile sloot drinken? Dat soort dingen. Ja, maar het is wel des levens, man. Deze gaat het leven gegrepen. Het is een echte Amsterdammer. Als je hele leven al in Amsterdam hebt gewoond en je bent loeso naar Almere gegaan, ben je een verrader, vriend. Ja. Ik vind dat zo mooi. En natuurlijk, want jij bent hele goede vrienden met Daily Blind. Ik vraag me af wie nou daadwerkelijk een shirt heeft gekocht met Daily Blind erop. Worden ze überhaupt wel gemaakt? Nou, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. En dit zijn zeg maar de 3 tweets waarin het woord kanker niet gebruikt werd. Ik ben ermee gestopt. Ja, oké, dankjewel. Maar goed, in ieder geval, dat is de reden dat je er bent. Want ik kwam op een gegeven moment achter. Toen was ik jou aan het volgen en ik dacht, nou, hij maakt ook muziek. En ik had je een keer bij Juice gehoord, geloof ik. Klopt dat? Klopt, man. Ja? Helemaal correct. En toen dacht ik van, hey, ik zie dat nieuwe album van Frans liggen. En ik zie in één keer Trekkie 12, laten we het daarop houden. Je staat er gewoon op. Dus ik ga jou DM'en en, via Twitter en hij zit er ineens. Dus we gaan vannacht muziek maken, we gaan keten, we gaan lachen en we zien het allemaal wel. Volgas. Wat je nou wel moet leren is dat hij te veel aan zijn telefoon verslaafd is.
Dat hebben we allemaal zo, maar dan jij kent zijn vriendin nog niet zo goed. Nou, dan zal je ook heel wat op je punt kijken. Als dat die chick is, is dat die chick op je avatar op Twitter? Ja man. Leuk meisje. Duboycamit, volg hem en je ziet gelijk. Het is zo erg met die chick van jou, dat zal ik even bijpakken. Dat wordt wel verlachen dit. Ik had naar jou getwitterd van neem die chick van je avatar ook mee. Niet wetende dat het inderdaad je vriendin is. Ja man. Dus wat gebeurt er? Ik weet inmiddels hoe ze heet. Dit wordt inmiddels... En waar ze woont. Ze heet Iris of zo? Even kijken. Hoe? Nee, wacht even. Ja, het gaat hard vanavond, mensen. Iris? Nee, wacht even. Ik ken geen Iris, hoor. Ki op Twitter? Kelly Spronk. Ja, man. Want ze had een bericht geretweet, dus vandaar dat ik in één keer ook wist wie dat was. Maar goed, we gaan het daar verder niet over hebben, want het ligt gevoelig, zie ik al. Ja, ik vind het gewoon niet leuk gewoon als je over privé hebt, weet je. Nee, echt niet. Maar ze laat het wel meedoen. Oké, dan. Hé, wat ga je doen? Wat ga je doen vannacht? Wat ga je zingen? Zingen? Ik ga drie liedjes voor jullie performen. Ja. En zeg maar die ene van Franse album Baller. Samen met Fransie. Ja. En normaal is het ook met J.O. Ja man. En die is er weer niet bij vanavond. Ja, maar wij pakken zijn verse gewoon samen. We kunnen alles. Heel goed. Ja, okay. We zijn blij met zijn verse en die hebben we gewoon in tweeën gechopt. Heel goed. Dus we hebben dat en we hebben de Elfstedentocht. En we moeten ook gewoon een beetje doen wat we normaal doen natuurlijk. Zeker. Dus laten we daar ook gewoon mee beginnen. Tracking the news.